Cliché never made anybody less gay, so ik loop buiten en ik kom net van stage af. Met, ik mag wel zeggen, goed nieuws. Ik heb mijn eindbeoordeling gehad. Er was eerst heel veel gedoe of ik hem wel of niet zou krijgen en hoe ik hem zou krijgen. Maar ik heb hem en zoals jullie misschien wel weten, is dat hetgene waar ik me het meest druk om heb gemaakt de afgelopen weken. Omdat er continu werd gezegd, Kim, je krijgt een onvoldoende. Want hè, je afwezigheid door je lichamelijke gezondheid en alles. Kunnen we je geen voldoende geven en alles. Maar jongens, ik mag officieel zeggen dat ik een voldoende heb gekregen voor mijn stage. En dat ik officieel over ben naar mijn laatste schooljaar. Ik ben echt... Jongens, ik ben zo blij. Het is zo, was zo ongelooflijk zwaar. En ja, niet zwaar, maar lichamelijk. Ik heb me zo druk gemaakt en ik heb zoveel stress gehad. En... Ik mag door naar mijn derde jaar, naar mijn laatste jaar. Ik ga knallen. Ik ga me 1000% inzetten. Niet 100, niet 200, maar echt 1000%. En ik heb me in ieder geval gehaald, jongens. En daar ben ik zo blij om. Mijn werkbegeleider in het speciaal ben ik er heel dankbaar voor. Zij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik die voldoende heb gekregen. Ja. Ik kan er heel veel over zeggen, maar eigenlijk ben ik gewoon een beetje sprakeloos. Dan ben ik gewoon eigenlijk heel emotioneel en heel blij dat ik... ik hem nu heb. Ik heb weken niet geslapen. Ik heb me druk gemaakt om alles. En dat hoeft nu niet meer. Morgen mijn laatste dag. Heel raar. De bewoners zaten nu van, oh, ben je er nu al niet meer? Nee, ik ben er morgen nog. Net als in mijn vorige stages heb ik hier veel meegemaakt. Ook door mijn afwezigheid en door de steun van bewoners en collega's. Dat ik dit nu wel heb gehaald. En daar ben ik gewoon heel blij om. Ik ga onderweg naar huis. Ik ga op mijn gemakje onderweg naar huis. Ik wil even een beetje genieten dat ik hem nu heb gehaald. En dat ik eigenlijk nu gewoon alles even los kan laten. De stress van de stage. De stress van de beoordeling die ik wel of niet heb gekregen. Of zou krijgen. Ik heb hem nu, jongens. En ja. Ik ben heel blij. Ik ben echt heel erg blij. Morgen mijn laatste dag. Ik ga jullie morgen meenemen. En ja, daar moet nu nog even wat voor gehaald worden. Ik ga naar de winkel, ik ga cake halen, ik ga slagroom halen. Ik ga nog een aantal lekkere dingetjes halen, want ik ben wel voor het laatst morgen. En ik vind dat ik dan wel wat achter mag laten. Ik ben vanmorgen bij de kringloopwinkel geweest. En daar heb ik allemaal koninklijke boeken gehaald. De bewoners vinden dat geweldig, alle koninklijkheid van vroeger. Dus ja, dat heb ik gehaald voor ze en dat neem ik morgen ook mee als cadeautje. Laat ik daarachter. Ik heb voor het personeel heb ik een leuk kleinigheidje. Dus ja, ik mag ze gaan bedanken. Mijn werkbegeleider heb ik heel erg bedankt. Maar ik mag ook mijn andere collega's daar heel erg gaan bedanken. Want dankzij hun heb ik het daar toch naar mijn zin gehad. En hebben hun ervoor gezorgd dat alles goed is gekomen. Daar ben ik blij om. Morgen nog één dagje en daarna zomervakantie, jongens, bijkomen. Voor mezelf zorgen, rust pakken. En daarna weer op stage. Waar ik overigens heel veel zin in heb, hoor. Maar ik ben heel stiekem ook wel een beetje blij dat ik nu zomervakantie heb. Om even aan mezelf te denken en even een stapje terug te doen en bij te komen. Maar we gaan eerst naar de supermarkt voor cake, slagroom en allerlei andere lekkere dingetjes. Ik ben zo blij. Goedemorgen. Jongens, mijn wekker gaat net. Het is 1 minuut over 5:30. Ik was al een beetje wakker geworden, maar nu ben ik echt wakker. Half. Laatste dag. Ik ben benieuwd. Er is een bewoonster bij ons op de afdeling die stervende ligt. Dat is eigenlijk de bewoonster waar ik de beste band mee had. Vanaf het begin al. Ik heb in het begin haar geholpen met eten geven. En alle andere dingen.
super benieuwd. Ze ligt echt heel erg slecht. Dus ik hoop stiekem voor haar dat het gewoon snel voorbij is. En dat ze snel is overleden. Ze ligt echt serieus wel in te lijden. Maar aan de ene kant hoop ik dat ik haar vandaag nog wel kan zien. Ja. Beetje een raar gevoel. Het is mijn laatste dag. Ik heb er zin in. Maar anders kan ik me echt van... Ik weet niet. Ik vind het ook wel weer moeilijk om mijn vrouw dan zo te zien. En ze was gewoon zo verstandig. En nu... Niet meer natuurlijk. Maar ja, morgen in ieder geval. Ik ben wakker. Ik ga mijn wassen aankleden. Koffie zetten. Make-upje doen. En dan... spulletjes pakken en laatste dag stage. Ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen vandaag. Goed, ik ben helemaal klaar. Ik ben nog best snel. Ik heb lekker gewassen. Ik heb make-upje opgedaan. En I'm done. Ik ben aangekleed. Make-up is eigenlijk best wel heavy. Doe ik hem eigenlijk nooit op stage. Maar ik dacht, weet je, laatste dag. Just do it. Dit is de outfit die ik aan heb. Ik heb dit cremige shirtje aan van, of roze cremige shirtje van Primark. Hier staat Unique. Be yourself. Unique. Ik heb hier een topje om moeten doen, want het schijnt behoorlijk door. Zwarte broek en dezelfde kleur schoenen. Stom toevallig had ik die natuurlijk. En ik bedacht, ben ik, wacht even, ik heb dezelfde kleur schoenen. Dus we hebben een match vandaag. Ik ga koffie zetten beneden. En, als het goed is mijn pa dan ook zo wakker. En trouwens, mijn camera is ook helemaal netjes. Top, even koffie zetten. Goed, wat ik trouwens nog niet verteld had, is dat we gisteren eten hebben besteld. In verband met slagen. Naar mijn derde jaar. En daar hadden we dus nog heel veel brood en alles van over. We hebben dus heel veel pita broodjes over. Dus ik dacht, we nemen die gewoon lekker mee vandaag. Dus deze gaan ze op, zo in mijn tas. Ik ga nog even wat te drinken maken. En dan gaat die fles ook mee. Dan ga ik alle spullen gelijk even in de tas doen. Want het geheid dat ik dat ga vergeten. Dus dat ga ik nu even doen. Goed, ik zit nu dus nog steeds lekker aan de koffie. Normaal is het best wel licht buiten. Ik verbaasde me al met het feit dat het nog best donker was. Maar jongens, kijk buiten. Het is niet normaal. Het is aan het onweren, want we horen gewoon gedonder en alles. Daarachter is licht. En het is hier compleet donker, kijk. Het is echt niet normaal. Het is echt gewoon hartstikke donker. Het doet zijn ding ook buiten, like. Echt niet normaal. Schitteren met licht. En het onweert. Het regent. En dat op mijn laatste dag. Nou. Oh, ik hou helemaal niet van onweer. Ik ga wel mijn fan uitzetten. In ieder geval deze. Ik laat deze wel aan. Dan sta ik echt dood van de warmte. Het is raar dat onweer, jongens. Ik had het helemaal niet verwacht. Ja, we verwachten wel eens weer meer niet, hè. Mijn spullen beneden zijn ingepakt. Ik heb niks aan laptop en boekjes en dingen mee. Dat heeft helemaal geen zin. Ik doe er toch niks mee. Dus laat ik hem lekker thuis vandaag. Ik drink mijn koffie op. Ik zat net te lezen. Ik heb gisteren een berichtje op Facebook geplaatst. En op Instagram. Dus ik denk dat jullie hem ook wel gezien hebben. Ik heb geplaatst. Ik zal hem even erbij pakken. Ik heb geplaatst, niet te geloven, morgen mijn laatste stage, mijn laatste werkdag op stage. Wauw, wat was het een rollercoaster van emoties de afgelopen 4 maanden. Maar ik mag nu toch eindelijk zeggen dat ik door ben naar mijn laatste jaar. Het jaar waarin ik mezelf moet gaan bewijzen en moet laten zien dat ik het kan en wil. Maar voor dit begin eerst bijkomen van een drukke en heftige periode. Morgen mijn laatste dag bij Hart van Groenewoud, Karijn. Ik ga mijn collega's en bewoners erg missen, maar ik blijf altijd van ze houden. Ik dacht van dit wil ik wel eventjes plaatsen. Het is wel... Ik ga het wel missen daar. Ze hebben veel voor me gedaan, veel voor me betekend. En gelukkig...
komt ook allemaal wel goed. Maar het is wel mijn laatste dag vandaag. Het was gewoon een beetje raar en ja, heel gek. Ik ga mijn video afkijken, koffie opdrinken en onderweg naar stage. Maar eerst nog lekker aan het werk op stage, daar heb ik wel zin in. Waar lekker de mensen nog helpen. En dan wachten tot het 3 uur is. Goed, ik sta bij de metro tussen water. Ik ben richting Chantal om nog een paar spullen van haar af te droppen. En daarna ga ik richting huis. Ik ben nog even thuis geweest. Er is nog steeds geen cadeautje binnen. Ik zou iets binnenkrijgen vandaag, maar dit is nog steeds niet binnen. Ja, ik sta dus voorbij. En dat is raar. Ik heb niet gehuild. Ik had het wel even moeilijk, omdat mevrouw die stervende ligt. Nog steeds stervende ligt. En het was wel even slikken. Ik ben even bij de langs geweest. En het was heel raar. En ook de normale bewoners, gewoon iedereen. Er was een bewoner die moest zelfs gewoon bijna huilen. Ik kreeg tranen in de ogen. Die vond zo erg dat ik wegging. En weet je, je hecht gewoon heel erg aan mensen. En die mensen hechten zich ook erg aan mij. Ze vonden het fijn dat ik er was. Ze vonden dat ik mijn werk goed deed. En dan is het toch snel wel heel moeilijk. Maar ja, het hoort er ook allemaal een beetje bij. Mensen gaan en mensen komen. Dus ook ik ben daar één van. Ik heb nu zomervakantie tot en met 2 september. En vanaf 2 september ga ik aan de slag op mijn stage. Ik ben heel benieuwd. Het is een compleet andere instelling, een compleet andere organisatie. Ik ga van Altijd Karijn naar nu in één keer Argos. Ik heb er wel zin in. Maar het is heel raar. Het is heel gek en dubbel. Maar ik heb er zin in. Ik ga er gewoon lekker open in. En ik ga nu genieten van zomervakantie, jongens. Heerlijk. Ik ben er heel blij mee. Ik zal gewoon wekelijks blijven vloggen. En als er extra leuke dagen zijn, dan zal ik die apart opnemen en ik zal video's gaan opnemen, niet alleen, maar ook met anderen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Er zijn grote plannen voor de zomervakantie, namelijk ook gewoon rust nemen, maar ook een heleboel anders. Dus ja, het zit er wel op. Dat is een beetje raar, heel gek, maar het was een leuke dag. Ik heb cake uitgedeeld, ik heb de cadeautjes uitgedeeld, dus ja, het was wel allemaal heel erg leuk, ik heb het heel erg naar mijn zin gehad en dat is gewoon het belangrijkste. Nee, het is wel voorbij, helaas. I'm home. En ik had nog steeds nagels liggen, dus ik dacht, het is vakantie. I can do it now. Ik heb deze nagels. Super blij mee. Grijze matte nagels en eentje is, hoe noem je dit ook alweer? Holografisch, Galaxy. Iets in die richting. I love them so much. Look. Kijk jongens, I love them so much. Ik moet even wennen aan de lengte, dat wel. Want ik heb eigenlijk continu korte nagels gehad. Maar I love it. I'm happy, I'm happy, I'm happy. En ik dacht van het gaat moeilijk met mijn telefoon. Maar het gaat eigenlijk gewoon best goed. Ik ben heel, heel happy. En tevreden. I love it. Goedemorgen. Het is nu zaterdag en ik heb vanmorgen lekker gedoucht. Dus als je nu ook misschien kan zien. Ik heb mijn nagels eraf gehaald. Ze lieten al los en ze zaten niet helemaal goed lekker vast. Dus ik heb ze eraf gehaald. Ze waren nog gewoon heel. Dus ik ga ze er volgende week of zo ergens nog een keertje opzetten. Ik ga zo wel even mijn nagels lakken. Ik wilde vandaag naar de kapper, maar ik dacht het is weekend. Dus waarschijnlijk als ik nu ga, dan moet ik fucking lang wachten. Dus ik dacht, weet je, dat ga ik lekker allemaal volgende week doen. Ik ben wel lekker aangekleed. En wat heb ik aan? Ik heb dit shirtje God is a Woman van Ariana Grande. Broek van de Primark. Schoenen van Primark. En het shirtje komt ook bij Primark vandaan. Dus ik heb eigenlijk een complete Primark outfit aan. En ik vind het eigenlijk wel heel gaaf. Ik doe zo meteen lekker mijn gele jas erover aan. Een beetje kleur, dat mag ook wel. Ik ga boodschapjes halen. En daarna ga ik even langs de kruidvat. Ik moet nog even wat halen bij de kruidvat. En daarna dan ga ik naar huis. En vanmiddag om 2 uur moet ik heel even langs mijn stage. Dat moet ik ook niet vergeten. Ik moet gelijk even kijken waar ik mijn handelingenboekje heb neergelegd.
Want daar ga ik dus voor naar stage. Ik wil nog iets af laten tekenen voordat de periode. Tenminste, ik wil af laten tekenen wat ik nu nog kan af laten tekenen. En dat is dus onder andere een handeling. Maar nu zie ik dus mijn handelingenboekje weer even niet. Dus ik weet nog niet waar ik die weer heb neergelegd. Oh, hier. Ingevouwen en al. Die moet ik dus zo meteen meenemen. Dat is wel fijn. Dat ik die ook nog even heb gepakt. Deze moet ik zo meenemen en laat ik even ondertekenen. Maar ik ga nu eerst alles even uitdoen. Dit omhoog. En dan ga ik boodschappen doen. En dat doe ik ook puur omdat ik daar gewoon lekker zin in heb. Ik heb zin om even lekker wat boodschappen te doen. Dus ik zou zeggen, let's go. Goed, het is inmiddels 2:15. Ik ben op stage geweest. Ik heb laten aftekenen wat ik moest aftekenen. Ik ben dus vanmorgen naar de winkels geweest. Ik heb boodschappen gehaald. En ik heb deze leuke radio gehad. Want ik heb voor het overgaan van mijn tweede naar derde jaar voor mijn opa en oma geld gehad. En daar heb ik deze radio voor gekocht. Ik ben er super blij mee. Dit is een soort oude retro radio. Hierachter zit een aanknopje. Dit zit je aan. Ik wist eigenlijk geen radio op mijn kamer. En nu dus wel. En deze radio kan ik met mijn telefoon connecten. En dan kan ik via Bluetooth ook muziek afspelen hier. Dus dat is ook super chill. Ik heb mijn nagels gelakt. Ik heb mijn kunstnagels eraf gehaald. Dus ik heb deze paarsblauwe nagellak en één gouden nagel gedaan. Maar wat ik nu ga doen is ik ga dingen uitzoeken. Namelijk, het ligt daar vol met rommel. Hieronder ligt het helemaal vol. Dus ik ga dit uitzoeken. Het is vreselijk, vreselijk, vreselijk veel spullen. Waarvan ik de helft gewoon niet gebruik en gewoon echt allemaal rotzooi is. Dus dat ga ik nu uitzoeken. Ik ga van de slag. En alles wat weg kan, het kan weg. Want het morgen moet in de stadswerf. Dus het wordt morgen gelijk allemaal lekker weggebracht. Dus dat is ook top. And you are somebody that I don't know. But you're taking shots at me like it's Patron. And I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in... Goed, en alles is klaar. Ik heb dus, zoals ik net al verteld, de kast... Alles is open hier. De kast gedaan. Ik heb mijn bed natuurlijk gedaan. Ook helemaal netjes weer. Ik heb daar alvast een nieuw laken neergelegd voor vanavond, want het is best warm. Ik heb de plank weer gehaald. Die hing mij niet echt naar mijn zin. Ik heb nu deze twee, omdat hier zit een kleine beschadiging achter. Dus ik dacht, ik moet hier wel iets doen. Dus ik heb twee foto's opgehangen van roadtrip. Er komt nog iets anders, maar dat komt al met de tijd. De tv staat hier. Ik heb dit plantje hier neergezet. Ik denk dat staat ook wel schattig. Nou, dit is dus een beetje veranderd. Ik heb hier een boxje neergezet met allerlei mini Tony Chocolonies. Super lekker. Ik heb een kaarsje staan, radio. Nou, hier is op zich niks veranderd. Ik heb er één foto bij geplakt van mij en Chantal. Ik mis er nu nog drie. Alles is helemaal netjes. Alles is netjes, alles is naar mijn zin. Ik ben heel tevreden. Ik ben echt heel tevreden met mijn kamer. Maar ik wil er nu nog eventjes bij praten wat er de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. Ook op stage. Nou ja, het was best wel stressvol, want ik moet zeggen dat het niet veel scheelde. Of ik had een onvoldoende gehad voor mijn stage. Maar die heb ik dus gelukkig niet. Dat is fijn. Ik probeer hier even neer te zetten. Zo kan het wel eventjes. Ik heb dus gelukkig geen onvoldoende voor mijn stage. Dat is allemaal hartstikke fijn en goed. En daar ben ik allemaal heel blij om. Verder heb ik mijn stage dus met een voldoende afgerond. Wat ik niet had verwacht. Omdat het eigenlijk gewoon weer heel close was om een onvoldoende te krijgen. Maar ik mag nu dus naar mijn derde leerjaar. Ik ga volgend jaar 3 dagen in de week stage. En 2 dagen in de week school. Waarvan ik dus 3 dagen in de S ga stage lopen. Dat is ook een dementerende instelling van Argos. Dus het is geen Karijn.
Dus het is eventjes een compleet andere organisatie dan dat ik gewend ben. Maar ik heb er wel zin in. Ik ga er gewoon compleet open in. Ik heb er zin in. Ik moet knallen. Ik heb veel te doen volgend jaar. Maar het gaat allemaal goed komen. Het komt echt allemaal helemaal goed. Ik heb er zin in. We gaan lekker knallen. En het komt allemaal goed. Dat weet ik zeker. Het komt echt allemaal goed. Maar ik wilde nu gewoon eventjes lekker met een schone lei en compleet opgeruimd kamer en alles beginnen aan mijn zomervakantie. Want ja, weet je, het is voor mij wel een beetje de bedoeling om een beetje bij te komen. En zeker naar alles wat ik heb meegemaakt de afgelopen tijd. En het gaat nog steeds niet helemaal lekker. Ik moet volgende week natuurlijk ook weer naar het ziekenhuis. Dus ja, het is een beetje kijken van joh, hoe gaat het nu allemaal verder? Wat gaan we nu doen? Maar in ieder geval mag ik wel zeggen dat ik over ben en dat ik geslaagd ben voor mijn tweede jaar. Met een beetje tegenslag. Maar ja, ik ben wel heel blij dat het me toch gelukt is. Want ja, ze hadden ook kunnen zeggen, nee Kim, je hebt te veel gemist, het gaat niet door. En dan had ik dus weer, ja, niet weer terug moeten, maar dan had ik gewoon moeten stoppen. Dat had iets minder leuk geweest. Dus ja, ik ben te dankbaar, ik ben blij. Ik heb zin in mijn derde jaar. Mijn laatste jaar, we gaan knallen. Het is een jaar waarin ik moet gaan bewijzen dat ik het kan. En dat ik het wil. En gaat me wel lukken. Maar hoe dat verder gaat lopen, hoe ik het ga combineren met YouTube, dat is voor mij ook een beetje een vraag. Kan ik het combineren? Dat is ook maar weer de vraag. Je weet niet hoe druk ik het krijg. Kijk, ik heb nu op zich de weekvlogs ook enigszins normaal vol kunnen houden. Dus dat is op zich wel goed gegaan. Maar ik ga het gewoon over me heen laten komen. Ik ga kijken hoe het is. Als ik het kan combineren, blijf ik het doen. Kan ik het niet combineren, ga ik een andere oplossing zoeken. Maar ja, ik ben heel tevreden. Ik ben heel blij. Ik ga nu lekker mijn gemakje houden. Ik ga nog wel even een beetje stoffen, want er ligt nog wel wat stof overal. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik genieten van een rustige avond. Want het is al 5 uur geweest. Dus al bijna 5:30. Dus ik ben behoorlijk bezig geweest vandaag. Dus ja. Ik verdien eigenlijk wel een rustig avondje. Vinden jullie ook niet? Goed, ik heb heerlijk avond gegeten. Ik ben ondertussen wat YouTube video's aan het kijken. En het is tijd om deze video te gaan editen. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik ga jullie... Ik ben een morning meeting of iemand aan het kijken. Maar ik ga jullie de komende zomervakantie natuurlijk gewoon meenemen wat ik allemaal doe. Ik heb geen wilde plannen voor de zomervakantie. Dus het is niet zo dat ik ergens of heen ga. Of een week op vakantie of zo. Ik ga waarschijnlijk wel wat dagjes weg. Maar het zal meer een deel gewoon lekker thuis zijn. En lekker hangen en mijn gemak houden. En ja, niet al te druk. Dus ik ga jullie meenemen in deze zomervakantie. Dus, maar ik bedank jullie in ieder geval nu voor het kijken in deze video. Deze video een blauwtje omhoog. En laat even weten wat je ervan vindt dat ik nu door ben naar mijn laatste jaar. Naar alle omstandigheden en gedoetjes. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!